woonfrustratie is dat er een tweede kindje aankomt. Ons oudste kindje is nu bijna 2. En die 2 kleine jongens moeten samen 1 kamer gaan delen. Maar die kamer is echt heel klein. En wij weten gewoon niet hoe we daar een dubbele jongenskamer van kunnen maken. Dit is dus de kleine kinderkamer waar nu 1 leuk jongetje slaapt. Het is erg groot. Als je zo in de kamer gaat staan, kan je allebei de kanten van de muur aanraken met je armen. Maar voor 1 kind is het prima te doen, hoor. Voor 1 kind is die perfect. Nu met die 2e erbij hebben we eigenlijk geen idee hoe we dat nou goed moeten gaan inrichten. De kamer is klein. Volgens mij nog geen 8 vierkante meter. Maar hij is ook langwerpig. Dus het is niet zo dat het een mooi vierkantje is waar je zeg maar alles neer kan zetten. Het is gewoon echt heel smal ook. Hoe ga je een peuterbed, een ledikantje, een commode, een fijne stoel en dan ook nog allemaal kleertjes en verzorgingsspullen in 1 kamer kwijt kunnen? 1 kleine kamer kwijt kunnen? In het begin zijn we heel enthousiast in het kamertje aan de slag gegaan. Zoals je kan zien hebben we geprobeerd om er wat leuks van te maken. En er moeten eigenlijk binnenkort 2 bedjes komen te staan. Hoe dan? Ja, goede vraag. Een beertje. Hey, en wat verwacht je er nou van? Dat er in 1 keer 2 bedden passen, een commode. En dat er in 1 keer plek is voor alles wat we willen op die kamer. Ik ben echt super benieuwd. Ja, ik denk lastig, maar ik ben benieuwd. Ja, sowieso lastig, maar het gaat ze wel lukken hoor. Oké. Dat denk ik wel, dat hoop ik toch. Ik kijk een beetje naar binnen. Ik eerst. Wow. Zo. Wow. Bedjes. Dit is mooi. Yeah. Oh, ik heb een hele kast opengemaakt. Ik ga afsluiten. En ja hoor, zelfs plek gewoon voor alle boekjes. Dat het allemaal past in dit ene kamertje. Oh, dit is mooi. Heel zacht en lief en hierdoor dan toch weer een beetje stoer. Misschien lekker schat. Is het heerlijk. Oh ja, beddengoed en dergelijke. Toch allebei een eigen, ja. Eigen lampje. Ze werd een soort van eigen kamertje door dit gedeelte. Dat het gewoon past in 1 kamer. Ja, heel mooi. Dat zie je er tussen hebben gezet. Toch een beetje privacy en toch 2 bedjes op 1 kamer. Zullen we Matthijs gaan halen? Ja. Ik ben echt benieuwd wat hij al gaat zeggen. Ik denk dat hij helemaal gek wordt. Wow, vind je dit mooi? Ja, Matthijs. Ga je gelijk slapen? Ja. Slaap lekker, Matthijs. Slaap lekker. Nog steeds, is nog steeds even groot, hè? Ja. Ja, heel bijzonder. Hey, ik ben Mireille van IKEA. Vond je dit ook een leuke woonfrustratie? Abonneer dan nu op ons kanaal voor nog meer inspirerende video's. En vergeet niet te... liken!